Hallo lieve kijkers van Lexeris, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we weer verder met 911 Operator. De vorige keer hadden wij chaos met vliegtuig crashen en echt alles erop en eraan. Dat was echt een wilde avond, om het zo maar even te zeggen. Deze keer gaat het hopelijk wat beter. Eens kijken, wat hebben wij nog allemaal tot onze beschikking. We hebben hier 3 gewonden, 2 gewonde politieagenten en 1 gewonde brandweerman. We hebben hier een... Nou goed, op zich is het wel te doen. We hebben hier een truck met 2 mensen, dus prima. En de rest is allemaal goed gevuld. En we hebben ook amper geld meer. Had ik dat de vorige keer uitgegeven? Ja, volgens mij wel, hè? Ja, ja dat had ik de vorige keer al gedaan. Oké, dat kunnen we overslaan. Oh ja, zoals je misschien kan zien hier. Ik heb... Oh, de logo zit aan de andere kant. Daar zo. Het maakt Verstappen petje op. Dat betekent dus dat wij gewoon overal supersnel te plaatsen kunnen zijn. Zeker. Wij gaan overal deze keer gewoon supersnel op het juiste moment overal zijn. Nee, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar we kunnen het wel proberen, dus laten we beginnen met opnieuw een nacht in Albuquerque. We gaan het weer eerst even lekkertjes verdelen. Oh ja, we hebben deze ambulance. De supergrote ambulance waar we 3 mensen kunnen vervoeren. Die laten we hier midden in de snelweg staan. Nou ja, ik zal niet midden op de, ik zal de ambulance niet midden op de snelweg neerzetten, maar je snapt wat ik bedoel. Je snapt wat ik bedoel. Die gaan we weer die kant op sturen en de brandweer mag hier zo heen. Dan hier wat zuidelijk. De technical truck, die mag daar zo heen. De andere brandweer kan daar blijven staan. Jij mag die kant op. En we gaan eentje naar de brug hier zo sturen. Want daar gebeurt ook altijd wel wat. Goed, 2 motoragenten. Eentje die zetten we hier neer. Eentje die gooien we daar zo neer. En het politiebusje, die blijft hier zo op de snelweg. Of in de buurt van de snelweg, zodat hij overigens de plaats kan zijn. Oké, we kunnen beginnen. Let's go. Goed. Wat gaan we deze nacht weer mee maken? Het eerste incident is een car bump. Oké. Daar mag jij heen, want dat is op zich niet heel interessant. Ik kan gewoon een motoragent heen die snel te plaatsen. En ik kan het gewoon eens eentje oplossen, want daar is op zich niks bijzonders aan de hand. Er heeft iemand gewoon een auto. Boep, zit tegen een auto. Bop. Hoe dan ook. Is niet heel belangrijk. Al zeg ik het zelf natuurlijk. Zullen we zien dat er iets gebeurt waardoor allemaal mensen dood zijn. En we hebben het eerste telefoontje aan. Maar lekker serieus, wat is er in het geval? Oh, jezus, weer die man met de paddenstoeltjes is er maar... Oh, hij belt echt letterlijk iedere nacht. Ja, 2 weken, dan is er dus wel iets aan de hand, ja. En wat is het adres? Oh, dat is gewoon ook echt iedere... Hij belt ook iedere dag weer op een andere plek, net op de rand van de map. Oh, we sturen de ambulance erheen. Man, jij bent echt vermoeiend, meneer. Stop, alsjeblieft, gewoon met rare dingen eten. Ik stuur de ambulance erheen, maar je moet echt stoppen met rare dingen eten, meneer. Echt. Als je mijn video's kijkt, niet meer doen. Dus niet meer doen. Is niet goed. Ik ga niet dat je mee moet naar het ziekenhuis, dat gaan we snel genoeg zien. Ik kan op zich jou erheen sturen. Dan kun je hier gewoon wachten, want als jij het gewoon met een medkit op kan lossen. En hier hebben we iemand met een hartaanval, daar moet je heel snel heen. Oké, okay, je moet klaar. Dat is mooi. Dus iemand met een harde van, ja, op zich is het best wel belangrijk om snel te plaatsen te zijn. Ik hoop dat jij het gewoon op kan lossen, want jij hebt natuurlijk ook gewoon een medkitje mee. Dus ik ben benieuwd. En dat kunnen we oplossen. Geef hem gewoon wat verband. Ja, alsjeblieft, wat verband om je maag heen en je bent wel helemaal in orde. En daar hebben we een... Daar kunnen we de technical truck in, want iemand is vast in de... zit vast in de lift. Sta ik aan hij mooi heen. Komt het mooi uit. En hopelijk ligt iemand van harte van nog. Anders heb ik nu al de eerste dooi op mijn naam staan. En dat zou geen goed begin zijn, hè? Nope. Nou, kijk, je bent gewoon bijna klaar. Gooi er gewoon verband omheen en klaar is Kees. Ik weet niet hoe die heet. Vanaf momenteel heet jij Kees. Ook al vind je die leuk, je heet gewoon nu Kees. Kees met buikpijn. Oké. Okay. Het gaat op zich netjes zo. Wat hebben we daar aan de hand? Nog iemand met een hartaanval. Jij bent in de buurt, zeg aan heen. En hallo, met lekker serieus. Wat is er nu het geval? En 2 mensen die aan het ruzieën zijn. Oh, en ze kunnen iedereen met gaan vechten. Oké, wat is het adres? Oké, hebben ze wapens? Oké, ik zie er iemand heen. Weet je, ken je ze? Oké, okay, dus politiebusje onderweg. Oh, oké, okay, het is opgelost.
Oh, Satoru, zijn ze weg. Oké, prima. Opgelost. Hoe zagen ze eruit? What the men look like? Are they white, black, Hispanic? Both are white and tall, wearing dark clothes. Misschien had ik voor de license plate, dus kentekennummer. Really? I don't see well. Oh ja, dat is handig. Oké. Okay. You know the maker model of the SUV they left in? No, sorry. Okay, ook dat dan niet. Oké. Okay. I understand. I'll have officers keep a lookout for them. Okay, bye. Oké, okay, je hebt het dus niet echt nodig. En wat was daar aan de hand? Oh, hun zijn ook iemand aan het oplossen. Oh, nice. Zijn even aan het verhoren. Op zich zal het niet veel belangrijks aan de hand zijn, want ze zijn al weg. Maar gelukkig kunnen we daarvoor dat ze klein dingen kunnen de motor gewoon insturen. Super makkelijk. Is allemaal opgelost. Zo doen we dat hierbij lekker serieus. En wat hebben we daar aan de hand? Nog iemand met een harde val. Wat de... Oké, okay, dan gooien we jou maar even naartoe dan, hè? Waarom zweeft mijn auto? Wat? Wat doe je? Wat doe je? Oké. Okay. Dat heb ik niet gezien. Wat? Dat was raar. Oké. Ja, blijf jij maar een beetje daar rondrijden. Wat mij een beetje nog steeds daar zit. Hoe gaat het hier? En die zijn bijna klaar met verhoren. En ze zijn klaar met verhoren. Nice. Jij moet weer naar het zuidelijk, waar je vandaan kwam. En jij gaat degene met hartaanval even oplossen, een oude meneer. En wat is daar aan de hand? Oeh, is dat een gebouw in de brand? Daar moeten we dus snel heen. Jij mag daar zijn naar het centrum. We hebben sowieso één gewonden en we hebben een groot vuur. En een telefoontje. Hallo, mijn lekker serieus. Wat is er nou het geval? Oké, veel lawaai van de flat van de buren. Oké, wat is het adres? Oké, en wat is er aan de hand? Oh, is mijn feestje. Oké. Weet je wie daar woont? Oké, studenten wonen dus. Ben je in gevaar? Oké, ik zend de politie door naartoe. Oké, ik zie de motoragent er even heen. En hopelijk gaat het allemaal rustig. Je hoort de muziek weer echt koud op de achtergrond. Wat hebben we hier? Nou, wordt een kind geboren. Daar kan jij mooi heen. Want die vindt natuurlijk niet mee naar het ziekenhuis. De gewonden zijn uit het gebouw gehaald. Mooi, die zijn vervoerd. Ja, jij kan het oplossen. Nice. Ze gaan even de brand blussen. Mooi zo. En jij mag weer daarheen. Oké. En hopelijk gaat het hier goed. Oké, niemand heeft wapens, dus dat is fijn. We gaan ze alleen even... Wat doet deze kale man? Een partyhost. Volgens mij is dat geen student. Hij heeft gewoon een kale aan het hoofd. Oké. Wat? Oh, een gang war. Oké, paniek. 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 Een gang war. Oké, nu heb ik even geen tijd voor een kind om te helpen. Ja, jij moet er ook heen. Oké, jij moet er ook heen. Sowieso. Oké, dit gaat sowieso uit de hand lopen. Drie verdachten en ze zijn allemaal gewapend. En we hebben sowieso al twee gewonden. En ik heb zo'n vermoeden dat de mensen gaan schieten. En wat is daar aan de hand? Hartaanval en hallo, maar lekker serieus. Wat is in het geval? Een overval, oké. En waar? Daar zo, oké. En hoe lang geleden is het gebeurd? Oké, ben je gewond? No, we are fine. Are your attackers still in the area? I have no idea. Oké. Okay, so you're not injured. Ja, hij is dus niet gewond en ook de aanvallers zijn helemaal in het gebied. Well, yes, but I have been ja, dat snap ik. Ga naar de dichtstbijzijnde. I want you to go to your nearest police office and report the crime. Ja. Ja, precies. But they... All right, whatever. Ja. Ik kan ik nu even geen tijd aan besteden. Hoe gaat het hier? Hier gaat het goed, maar dit gaat niet goed. Oh, drie gewapende en twee gewonde mensen. Oké, gevaarlijk gebeuren. Gevaarlijk gebeuren. Gelukkig is het nog niet geschoten en ik heb genoeg mensen als backup bij me. Dus dat gaat nog wel goed, denk ik. Ah, ze hebben nog meer mensen nodig. Jij mag erheen. Jij kan erheen. En wat hebben we nog meer? Een ongeluk met een dronken bestuurder. Daar kan de ambulance heen en de politie heen die gelukkig naar bovenin stond. Dus dat komt ook weer mooi uit. Standing by.
Oh, ze zijn daar klaar. Oh, dan hebben we dus de extra ambulance niet meer nodig. Jij kan daar blijven. Oh, we hebben ze alle twee al meegenomen. En ook alle drie de criminelen hebben we ook mee. Nice. Jij kan die kant op. Jij mag daar blijven. Hoe gaat het hier? Yep, jij gaat naar het ziekenhuis. Oké, okay, nice. Oh, en wat is daar aan de hand? Pickpockets. Oké, okay, en hallo, maar lekker serieus. Wat is in het geval? En er zijn mensen aan het vechten. Oké, okay, hoeveel zijn het er? Oké, okay, het adres. Even kijken welke van de twee keer heen moet sturen, want daar heb ik ook sowieso transport voor nodig. Oké, okay. Wapens. Oké, okay, dan ga jij daarheen. Is iemand gewond? Oké, okay, dan gaat de ambulance dus heen. Oké, okay, andere? So those other guys who were fighting, did you see where they went? I have no idea. Could you check his medical condition? Oké, daar verpust je dus niet heen. What should I do? Ademt hij nog? One second. Yes. Oké, okay, goed. Is hij gewond? That you can see? Ja, ik heeft. Just let me look. Oh, God. Oh, hij heeft een mes in zijn maag. Wow. Nee, nee, niet het mes eruit trekken. No. Nee, laat het zitten. Stop de bleeding. Stoppen dat, de bloeden stoppen. Wow. Ja. Ja, want als je het mes gaat verplaatsen kun je alleen maar meer. Ja, ja, heel goed mevrouw. Je doet het heel goed mevrouw. Ja, oké. Okay. Nice. Just wait with him until the ambulance arrives. Ja, de ambulance is in de buurt. Oké, okay, mooi, dat ging wel netjes. Ah, jij kan. Ja, iemand is gewapend, maar die kan ik dus niet vervoeren. Daar heb ik vervoer voor nodig. En daar, red light offense. Iemand door het rode licht gereden. Waarom zweeft die weer? Wat de f... Oké. Oké, oké. Ik ga er niet eens... Oké. Okay. Why? Jij mag daar blijven. Jij mag daarheen. Oh, jij gaat nu ineens toch sneller. Wow, jij kan de mensen gewoon meenemen. En dan kan jij achter diegene aan met het rode lampje. Mooi. Netjes. Oh, en wat is daar aan de hand? Een luidruchtig feestje. Dus daar kunnen we mooi jou heen sturen. Want voor het geval dat is, zijn de mensen gewapend. En dan loopt het weer uit de hand. Die kans zit er dik in. Ja, oké, okay, goed. De ambulance moet trouwens weer terug omhoog. Oké, okay, die is ook alweer opgelost. Dus jij kan hier blijven. En nu opnieuw een telefoontje. Laat maar lekker serieus. Wat is er nu het geval? Een overval. Oké, okay, waar? Oké, okay, lang geleden. Ben je gewond? Oké. Okay. Waar ben je geraakt? Oh, ze bloedt. Oké. Okay. Stay there and wait until the ambulance arrives. Oké, okay, zijn aanvallers nog steeds in het gebied? Geen idee. Oké, okay, ze zijn weggerend. Oké. Okay. Ja, hadden ze wapens bij zich? Oké, okay, dus de politie is waarschijnlijk niet nodig. Ik geen durf ik de ambulance nodig hebben, want de motoragent is aan de buurt. Oké, okay, hoe gaat dat hier? Die zijn niet gewapend, gelukkig. En hier. Oh, oké, okay, daar heb ik dus meer nodig dan alleen het busje. Daar heb ik dus. Oké, okay, oké, okay, jij moet even opschieten, want ik heb jou nodig hier. Ik heb jou hier nodig. Jij moet daar ook heen. Want er gaat sowieso geschoten worden. Oké, okay, jij gaat daarheen. Nee, nee, je kan hier blijven. Er zijn sowieso twee, dus die kan ik in dat busje vervoeren. Of in die auto vervoeren, dus dat is goed. En we zijn aan een gebouw staat in de brand. Jij bent dichtbij en... is hier de hulp nog nodig? Nee, jij kan het oplossen, dus dan ga jij daarheen. Oké, okay, hoe gaat het hier? Ja, zo vermoeid had ik al. Ze hebben geschoten. Oké, okay, dus nu, we hebben twee gewonden, dus daar moet de ambulance heen. En onze dienst zit erop. Nice! Oké, okay, dit was een gecontroleerde avond. Op zich. Waren overigens nog te plaatsen, dus dat was netjes. Oké. Okay. Alleen dit even oplossen, die mensen met ambulance vervoeren. Oké, okay, en jullie zijn een brandje aan het blussen. Die is ook bijna klaar. De ambulance is inmiddels te plaatsen, dus die... Hoppa, keetje. En we zijn... Oh, daar is toch iets.
Uit. Oké, wacht. Oh, dat was hier ook weer aan het. Oh, die man die... Oh, die man met het mes in de... Oh, god. Oh, oeps. Die was ik vergeten. Oeps. Totaal vergeten. Daar ga jij heen. Kijken wat jij kan doen. Of jij hem toevallig kan oplappen. Die ben ik echt compleet. Oh, nee, die heb ik wel opgehaald. Oké, gelukkig. Ik was alleen de politie er vergeten in de stuur om op te lappen. Yes, dat was de nacht weer. Overal weer pluspunten en geen enkele minpunt. Woep, woep, woep. Kijk, zo doen we dat. Hoe is mijn lucht? Oké, daar was niks aan de hand. Daar geen extra pluspunten voor. Hier hebben we plus 5 voor de letterlijke gebeuren. Nice. Is goed gegaan. Gang War is ook goed gegaan. De enige waar geschoten was met de gun raid. Daar was geschoten, maar op zich hebben we daar ook verder... Is ook alleen maar goed gegaan. Oké, en er zijn een hele hoop team en we zijn gepromoot. Oh, er is weer een brandweer gewond. Dat is jammer. Nou oké, we hebben dus in totaal 20 dingen opgelost. En een reputatie van 55. Nice. En we hebben 32.000 euro. Kunnen we daar nog iets cools van kopen? Een politieautootje. Maar die hebben we volgens mij niet echt nodig. Voor 50.000 euro. De ambulance hebben we al. Dat ging heel erg goed. Wow. Dit was een snelle avond. We waren gewoon overigens nog te plaatsen. Dus ik denk dat het toch het petje geholpen heeft. Max, je wordt bedankt. Je helpt erg. Maar goed, lieve kijkers van Legacy Race. Vond je dit nou een leuke video? Laat vooral even een blauw duimpje omhoog achter. Zet die vooral ook beneden in. Dan komt even neer wat je ervan vond. Ben je nog een abonnee? Wat trouwens best raar zou zijn. Maar... Ben je dat dan niet? Ja, dan druk dan vooral even op het abonneerknopje. Of zoals Mitchell dat heel goed kan zeggen. Ben jij ook geen snor laten groeien? Druk dan nu op het abonneerknopje! We gaan eens door! Juist ja, en ik wil jullie nogmaals bedanken. Dat heb ik net ook al gedaan. Dus ik ga zeggen, tot in de volgende video. En later!